Hallo jongens, en de meisjes ook niet te vergeten. En de vaders. En de moeders. En de hond die hier niet zit, maar waarschijnlijk bij jou op de bank wel. Het konijn precies. Wat voor je voeten huppelt. Precies, precies, precies. Nou jongens, de kaart. Hebben we ook gezegd welk nummer we zitten? Nee, 56. 56. 56, ja. Ja, wow. En vandaag hebben wij echt een hoog kaart gehad. Ja, een hoog kaart gehad. Dus voor de kaartliefhebbers, die kunnen zijn hart ophalen. Ja. Zal ik beginnen? Ik vind prima. We hebben zo toch wel aardig wat liggen. Dus, zeg, een bicyclespel, maar niet als anders, want dit is een blank spel. Een onbedrukt spel. Een onbedrukt spel, inderdaad. Ja. Kijk, aan alle kanten is die kaart onbedrukt, mm-hmm. Maar je kan ze aan een toeschouwer vragen, bijvoorbeeld jij, de toeschouwer, als je een kaart zou mogen noemen, welke kaart zou er dan zijn? Willekeurig. De harte drie. Mm-hmm. Let op. Kijk eens. Oké. Okay. Eén kaart hier. Twee zelfs, ja. Er zijn er twee. Eentje hier. Is bedrukt geworden. En jij zei de? Harte drie. Nou ja, je zal het niet geloven. Maar dat is de harte drie geworden. Hè? Hoe dan? Hè? Oké. Okay. Ja. Zie mij maar lek. Lijkt een beetje op Out of Sight, maar dan is het de makkelijke versie waar je geen blinddoek voor nodig hebt. Ja. Toch? Inderdaad. Lijkt een beetje Out of Sight. Ik dacht misschien een beetje Invisible Deck, maar oh, dat is niet echt, maar... Ja, ook Brainwave. Wel. Ook wel een beetje, ja. Hij lijkt verrekte veel op Out of Sight. En hij lag hier al een hele poos. Ja, we hebben hem al jaren. En ik zal het voorkantje laten zien, want blank, oftewel naked. Ja, zo heet het. 29 euro's. Compleet met DVD. En kaartspel. Helemaal compleet. Dat is echt gemakkelijk. Ja. Je kan hem ook uitgebreider doen als je wil. We maken nu gewoon een relaxe versie laten zien. Je kan je helemaal wild gaan maken op allerlei moves die je erin wil doen. Kan allemaal, hoeft niet. Ja, je kunt nog extra fancy dingen doen. Over. Ja. Het spel is blank aan deze kant. Kijk en aan de andere kant. En hier ook. En dit ook. Dat kun je overdoen. Super blank. Ja. Te veel is misschien te veel. Maar dit is in ieder geval... We laten vaak dingen zien zoals wij denken. Of zoals wij demonstreren. Wij denken dat het voor ons goed is. Nou, ik zal je sterker vertellen. We kijken niet eens altijd de instructievideo. Maar we kijken wat erbij zit. Tegen dan... alle regels in. Ja. We zeggen altijd eerst de video kijken. Dat is eigenlijk stom, ja. Knip. Oké. Naked. 29 euro, dan komt die jouw kant op. Ja. Nou. Kijk, sowieso, je kan wel kaartspellen als je die in je zak stopt, zo, hè. Dat is leuk, maar die hoeken van die spellen gaan allemaal loslaten. Die doosjes, weet je wel, dit soort dingen, dat gaat een tijd gaan, die vlakjes gaan uitstikken, dit gaat allemaal, wordt niet mooier. Nou, Joshua J. heeft jaren geleden, volgens mij in 1990, zoiets, heeft hij de Pro Carrier uitgebracht. Nou, dit is de Pro Carrier Deluxe. Nou, ik heb hem even helemaal volgestouwd, hoor. Dit kun je dus aan je riem hangen, aan je broeksband. Mm-hmm. En dan kun jij... Ten alle tijden. Hier kun je trouwens je visitekaartjes in stoppen. Er zit nu een kaartje van dingen in. Magnetische sluiting, dat is vroeger klittenband. Dat is niet meer. Maar je krijgt gewoon alleen maar. Beter. Ik heb er nu twee kaartspellingen gestopt. Er kan er dus ook één in. Zie je, dat past erin. Er is ruimte voor allerlei packet tricks. Ik heb nu een stel kaart in gestopt. Er zit hier nog een ritsluiting. Daar zou je nog half dollar size munten in kunnen plaatsen. Dus jij plaatst van munten, eventueel kleine dingetjes, packet tricks en twee kaartspellen. Ja. Nou, stel voor dat jij handig bent met kaarten. Dus met één kaart wel al aardig wat terug kunnen laten zien. Je kan misschien een Invisible Deck erbij steken. Mm-hmm. Je hebt hier een mooi muntensetje zitten. En wat losse packet tricks. Je visitekaartjes erbij. En een sharpie in je zak. En een doekje hier. Ja, klaar. Je kunt heel aardig om die gang. Ja, is wel. Weet je wel. En je hoeft het niet zo fancy te dragen. Je kan het natuurlijk onder je jasje dragen. Ja. Hè? Het hoeft niet op te staan. Ik ben goochelaar. Vraag mij voor om truc te laten zien. Nee, kan wel. Het kan. Die mensen zijn er ook. Mag ook. Als je dat wil. Ja, bij West. Prima. Ik zou het niet doen. Maar goed. Ik vind het een... handig ding. Ja. Ik kijk wat die kost. Pro Carrier. Mooi logo ingepakt.
gesponsd. Ja. €36,75 kost die. Exclusief inhoud. Strakke dan, prijs, zonder inhoud inderdaad. Ja. En als er niks in zit, is hij trouwens helemaal plat, zeg maar. Hè. Pro Carrier. Right. Ja. Zal ik nog een. Laten zien. Gooi er eens een truc uit. Nou, als dit goed gaat, mensen. Spelkaarten. Mm-hmm. Nou, mocht jij zelf beslissen welke kaart jij kiest, dan doen we op een hele eerlijke manier. Dat houdt in. Ja, maar stop zeggen wij zelf wil. Je bent een eerlijke goochelaar eigenlijk. Nou, eigenlijk wel, dat zeg ik eigenlijk. Oké. Stop. Op de plek waar je gestopt bent, mag jij de kaart bekijken. Dat dan. Helemaal eerlijk. Ja, sterker nog, dan uit spel halen. De harde verhaal. Of mag ik dat niet zeggen? Ja, maar ik zie hem dit toch. Nou, zal ik even voordoen wat de bedoeling is. Mm-hmm. Ik zet zeg maar hier mijn naam op. Mag jij daar jouw naam schrijven? Hier bovenop? Ja. Top. Dus we hebben nu een kaart waar allebei onze namen op staan. Ja, dat is waar. We hebben niks afgesproken, je hebt niet van tevoren nog meer gedaan. Hè? Waarvoor alle duidelijkheid. Nee. Oké. Nou, scheuren we. Exonde. Mm-hmm. Scheuren we. Die kaart. Door midden. Ook zonde. Eigenlijk zonde. En nu ga ik iets doen wat normaal goochelaars eigenlijk niet doen. Goochelaars herstellen wel eens kaarten. Maar ik ga dat op een hele andere manier. Ik ga proberen die kaarten te herstellen. Mm-hmm. Normaal doen goochelaars dat op een andere manier. Okay. Ik ga het met de... hoe moet ik dat zeggen? Met de... De verkeerde gladde kanten tegen elkaar, zeg maar. Zo, zet je die tegen elkaar aan. Dan voor het idee. Uh-huh. Mijn hand is verder leeg hier. Ja. Deze hand is verder ook leeg. Als je die kaart bij elkaar hebt, die twee helften. En je wrijft daar overheen. Dus je pakt ze zeg maar samen zo. Je wrijft daarover. Nee. Dan kun je die heel langzaam aan elkaar laten smelten. En dat houdt in dat die twee helften dan zeg maar echt aan elkaar vastzitten. Nee. Zeg maar. Kun je helemaal laten smelten, zie. Het zijn echt gewoon twee dingetjes die nu aan elkaar vastzitten. Dat is eigenlijk het idee. Nu staan hier ook nog, behalve dat alles, staan hier ook nog René op. En hier staat ook nog Mark, zie. Ze zitten echt aan elkaar. Nou, even kijken. Check maar. En dit is Rejoined. Met een vleugje René erdoor. Laat ik het zeggen, want er zijn wel handelingen in. Maar ik heb wat dingetjes, ja, ik heb het nog niet 100 keer gedaan. Maar wel over nagedacht hoe ik nog iets zou kunnen veranderen. Om dat nog mooier te maken. Ja, en dit is heel leuk om... Het is een vette souvenir, man. Om mee te geven, inderdaad. Ja. Dit is echt... als dit bij iemand... Ik weet niet of je het thuis op de keukentafel legt, maar als het ergens ligt, dan vragen mensen daar zeker naar. Ja. Geen plakband, geen lijm, geen rubbercement. De kaart is nu echt vast. Wat krijg je? Ja. 60 gimmicks. Dit was één gimmick. Dus ik heb nu één gimmick verbruikt. Oké. En online instructies. Zijn die op, dan hebben we refills. Ik dacht uit mijn hoofd, die heb ik even niet opgeschreven. €32,95 voor 50 refills. Dus dat is acceptabel. Mm-hmm. Ja, daar moet je gewoon echt oefenen aan doen. Ik vind het echt, echt wel heel vet. Rejoin zelf kost €52,50. Een hele strakke prijs. En is goed te doen. Je kan hem ook, naar mijn idee, rondom doen als je wat andere handling maakt. Er staan op de online video een aantal manieren waarop je het kunt doen. Nogmaals, dit is de versie die ik zelf mooier vind. Die is niet geschikt voor rondom, zoals ik hem nu deed. Meer op camera gericht. Ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien straks. Ik heb het wel zelf wel vaker gedaan, maar niet gezien hoe het op camera uitziet. Nee, ik ben benieuwd. Ik ook! Rejoined. Van dichtbij zag ik het er oké uit, hoor. Oké. Goed. Oké. Rejoined. Heb jij nog iets liggen? Ja. Ik kijk even of ik het klaarspel... Oh ja, sorry, dat komt dit. Voor zometeen. Er komt nog meer aan zometeen. Ik hou heel erg van appelmoes. En... Gebouwen kaart. Oké. Okay. Heb ik, dus... Het is niet echt appelmoespotje hoor, maar... Nee? Als ik dacht van een of andere zo'n die bio zelfmaak appelmoes, kleine potjes, veel koop. Dat zou kunnen, ja. Dat is een super hip meisje. Goed, wat een voorspelling eigenlijk. Oké, duidelijk. Ik zal hem hier neerzetten.
Stokkaarten. Ja, we hebben gezegd dat de kaart op deed was. Hè? Nummer 3 voor de kaart. Kaartdruk nummer 3. Oké. Okay. En leeg. Even kijken, zitten er nog jokers in? Want anders dan werkt de truc niet. Nee. Goed, René. Haal er één kaart uit en laat hem niet aan mij zien. Ja? Ja? Nou, zodat je niet meer van gedachten kan veranderen, ja, zou ik je willen vragen om op de voorkant van deze kaart, ik draai me om, jouw naam te zetten. En dan weer, zeg maar, op zijn... Ja, hij ligt omgekeerd op tafel. Omgekeerd op tafel. Ja. Ik ben even aan het denken... had ik misschien wel tevoren even uit moeten denken. Ik weet het niet, want ik weet niet wat je van plan bent. Nou... vind je het ergens dat ik elkaar toch zie? Nee. Ik heb namelijk al een voorspelling gemaakt. Jouw naam. Ja, dat zei je, dat moet ik opschrijven. Dat klopt. Er is maar één ruiter 8 op de hele wereld waar jouw naam op staat, hè? Ruiter 10 was, maar goed. Oh, ruiter 8, ja, zo, ja. Oh, nee, ja. Ik zal hem hier, of nee, waar, ik zal hem hier zo neerleggen. Mm-hmm. Deze kaartjes er zo in. Mm-hmm. Nou heb ik hier één potje staan. Mm-hmm. Als daar op dat kaartje waar daarin zit staat dat jij zou kiezen voor de ruiter 8, zou je dan onder de indruk zijn? Ja, want ik heb er echt serieus vrijwillig gekozen. Absoluut. Ja, nee, dat is waar. We zullen eens kijken. Wacht. Ja. Kun je die kaart eens openvouwen? Deze? Die ja. Dit is mijn kaart. Huh? Maar als dit mijn kaart is... Maar waar is deze dan? Wat is deze dan? Is een andere kaart geworden. Ja. Oh. Heb ik iets gemist? Nee. Oké. Okay. Leuk. Een on the spot aangepaste versie ja, van The Jar. Ja. Ja, en The Jar is dus een potje waarmee je eigenlijk voorspellingen kunt maken. Ja. Of, ja, voorspellingen kan je dus... Ja, en het mooie vind ik wel van deze, nou, het universeel. Ja, je zou het zelfs een switchbox kunnen noemen. Ja, ook dat. Maar het gave vind ik, kijk, als je visionbox of andere dingen hebt, als je daar iets wil aanpassen, dan moet je een hele gimmick aanpassen, hebben, ja, die precies moet passen voor dit en dat. En hier, als je zegt, ik wil het met een stukje papier doen, of met een voorspelling erop, nou, je schrijft een blaadje, klaar, bewijs van. Dus je kunt heel snel en universeel heel snel aanpassen. Maar als ik hem nu wil doen met een voorspelling, gooi ik er een papiertje in, dan ben ik klaar. Ja. Ik hoef niet het ding om te bouwen, zeg maar. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat is zo. Plus het is een voorwerp wat je eigenlijk... Potje. Ja, het is een potje. Het is een glazen potje. Geen magisch goocheldoosje. Ik bedoel, je kan ook gewoon... er is wel niks mee aan de hand ook. Dus in principe, het is echt een massief potje. En ja, je kan ook, wat ook kan trouwens, je krijgt er nog iets extra's bij, dat hebben we nu niet bij de hand. Dan kun je bijvoorbeeld een 50 eurocent kun je pakken en dan sla je die door het deksel heen. En er zit een hele kantje crossroutine bij. Oh, dat is best wel vet. Ja, maar ik ben even... Dat is jammer, dat hadden we eigenlijk... Ja, die routine zit ook helemaal bij, waarbij de munten zich verplaatsen naar de pot. Er zit dus een gimmick bij, en die kost normaal 30 euro, zeg ik er even bij, 32,5. En die zit hier ook bij, dus je krijgt niet in de pot, maar ook een speciale gimmick die je voor allerlei dingen kunt gebruiken. Muntgimmick dan, of? Mm-hmm. Yes. Oké, maar dan gaat de prijs naar 100 zoveel? Nee, dat valt, want de prijs is hetzelfde, 52,50. Nou, als je daar de prijs van de munt afhaalt, betaal je voor dit hele ding 20 euro. Dus vind ik op zich, met online video-instructies, vind ik dat helemaal niet verkeerd. Nee. En Kevin Thomas, die leert je eigenlijk al die routines. Dus die is ook zeker een hele goede goochelaar. Niet de eerste, de beste dus? Nee. Oké. The Jar. The Jar. Een versie, een mooie van The Jar. We kunnen vanavond laten zien. Maar... Eigenlijk wou ik hem in een joker laten vallen, maar dan zaten er echt geen jokers in. Maar dus... ik zag het dat je, we hadden de routine, we dachten wel, we gaan
de gekozen kaart in een bakje of in een potje laten verschijnen. Maar onder spotdag maken, ik ga toch iets anders doen. Ik ga hem uitbreiden. Kijk, weet je wat het is? Dat is toch leuk? Ik vind ooit een beetje... Er moet iets met deze kaart gebeuren, vind ik. Ja. Dus als die kaart in een joker verandert, was beter als in de ruiten 4. Ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar anders dan, laat ik het zo zeggen, ooit dan heb ik wel eens dat die in het potje belandt. En dan zeggen mensen, laat eens kijken, zit die hier nog in? Ja. En dan wil je kijken, maar hier moet die al niet meer in zitten. Ja, snap ik. Tenminste, dat was dan. Snap ik. Goed. Oké, nou, duidelijk. Very clear. Yes. Ik heb hier 5 eurocent. Dan zie je een stift daar liggen. Ja. Hij is niet helemaal schoon. Zou je die aan twee kanten willen signeren? Zou je dat willen doen? Er zit er op twee kanten iets verschillends op. Dat mensen ook zeker weten. En achternaam? Ik hoop niet dat je achternaam heel lang is. Nou ja, best wel lang. Nou, vrij goed gelukt nog. Mark. Twee keer Mark. 2004 en Mark. 2004? Oh nee, kijk dan. Als je het goed zou kijken, is hij 2004, maar het is echt Mark. Ja. Oh. Oh ja. Nee, dat is trouwens een goeie. Is die, weet ook alweer. Is die, die op zijn kop een alfabegram of zoiets. Omnigram. Die kan je zo en zo. Oké, dan weet ik even ook niet meer hoofd. Nou, het idee is dit. Hou je hand even open. Ambigram. Sluit je hand even. Sorry joh. Ja, anagram, denk dan. Als je dit doet namelijk zo. Concentreer je even op je hand. Dan voel je dat het heel warm wordt in je hand namelijk. Het wordt zo warm dat je langzaam voelt dat die munt gaat buigen. Die gaat echt buigen. En als jij je hand openmaakt. Voel wel eens bewegen. Ja, dat kan. Als je je hand openmaakt. Zul je zien dat die munt nu. Zie, gebogen is, zie je. Nou, er staan allemaal jouw dingetjes staan er nog op ook, zie je. Het is gewoon een sharpie, geen ding. Ja, deze kwam vanmorgen binnen. We hebben er niet lang mee geëxperimenteerd. Je kan er hele mooie dingen van maken. Dan moet je ook goed gaan oefenen. Dat raad ik ook echt wel aan als je dat echt wil gaan inzetten. Dat je even daar goed voor gaat zitten. Dit is een versie waarvan ik denk dat het voor gewoon publiek gewoon prima zou werken al. Ja. En dit is de... Oxbender van Manny Lindenfeld. Zijn vorige creatie Sealed. Volgens mij 2.0 was dat. Ook een gaaf ding. Mm-hmm. Dan weet je in ieder geval dat wat hij bedenkt en maakt is over het algemeen wel goed doordacht en goed gemaakt. Dit is niet zo gecompliceerd als Sealed. De Sealed vond ik wel heel mooi, maar wel echt super industrieel. Sealed... Ja, maar als je kijkt, er is wel over nagedacht. Dat is niet een laten we even met een pretstift iets aan elkaar plakken. Nee. Dus... degelijk spul. Ja, en dus vooral dit. Ja. Ik vond persoonlijk die Sealed, mag ik dat niet zeggen, net iets minder. Nee, maar... ja, daar kan met zijn smaakverschil ook. Is ook. Maar het was super gadget. Als je gadgets houdt, is dat absoluut een gadget. Dat is echt een gadget. En is dit ook, maar dit is zo'n simpele gimmick en zo slim gemaakt, dat je echt, kijk, dat is voor mij nou nog nieuw. Als we het nu twee keer overzien, wordt het nog veel mooier, maar ga ik niet doen, maar ik wil het juist even zo houden. Maar je kunt echt heel makkelijk maken het ook proberen. Het is serieus, je hoeft niet sterk te zijn ook echt. Je moet wel iets doen, maar in principe buigt een muntje. Ja. Super relaxed. Het maakt gewoon een heel groot moment, waardoor de kracht niet... Ja, daarom. Dus het is echt... Fuck damn. Ja, het is super, super eenvoudig eigenlijk. Munten buigen. Ja. Het is gewoon dik. Er gaat niks je mouw in, je schiet niks weg. Eigenlijk als je het goed doet, sorry dat ik je ontbreek. Nee, het is gewoon verantwoord. En zeker als je met laat signeren met de stift erbij en als heb je voor alles logische handelingen. En als je misschien het moment dat die buigt nog uitmerkt. Dan moet je ook nog misschien de Linkswatch. Linkswatch. Ja, dus de rook erbij. Ja, dan is het zeker een repeat booking. Ja. Dus dit is de Oxbender. De Oxbender kost €105. Check ook even de video op onze website, daar zie je live performances ook van iemand die daar heel vaak geoefend heeft. Ja. Sterker nog, die heeft uitgevonden. Dat is nog veel beter. Dus deze krijg je met gimmick met online instructies. Oké. Die Oxbender. Stift mag je laten liggen. Ik laat hem liggen. Dan heb ik hier nog een stokje gaten. We zullen dit ding ook... Mooi.
een kaart uitkiezen. Ja, inderdaad. Eén van deze allemaal. Ja, ik zal overigens even laten zien, want er komt in één keer een nieuw stok kaarten boven tafel. Ja, zeer verdacht. Dus... Allemaal harte vieren. Allemaal uit vieren. Allemaal anders. Oké. Oké, is goed. Yes? Ja. Nou, ik zal een keer... Ja. Ik weet niet welke ik doe, we hebben zoveel. Ik mag een kaart pakken. Ja. 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 Dan mag je jouw naam ook weer opzetten. Als je wil. Zo groot mogelijk. Dat iedereen het goed kan zien. Laat het niet aan mij zien deze keer. Goed, ik zal hem hier, ja, kun je je hand zo eens open doen? Dan doe ik deze hier bovenop, je andere hand er bovenop. En dan ga ik er één kaart uithalen en dan hoop ik dat het jouw kaart is. Dat zou knap zijn. Dankjewel. Als dat in één keer lukt, vind ik het heel knap. Oké, nou we gaan het proberen. Op gevoel, hè. Nou, jij staat hier, jouw handtekening staat hier niet op, dus... Dat is hem dan niet. Dat is hem zeker niet. Volgens mij wel, ja. Dat is hem zeker niet. Maar het leuke is... Als je hem één keer omdraait, zo... Hm? En dan nog een keer... En dan nog een keer. Als je eigenlijk schudt van de kaarten, ja? Eigenlijk wel, ja. Maar... Ja, dan gebeurt er iets heel bijzonders, want... Til je hand maar eens op. Ik doe normaal. Hey, dude. Ja, daar zit dus een echte spin in, hè? Nou, lekker. Maar. Oh ja, die was er. Ja, klaar, want ik lag achter drie. Alright, man. Ja, uiteraard wist ik wat ging gebeuren. Ik zit nou trouwens te denken: kun je niet beter, inderdaad, mensen zo? Dan trek ik die kaart eruit, laat hem zien. Zoek altijd zo. Ja, maar laten we kijk je ook hun kaart ja, eruit? Ik doe om dus te laten zien. Ik mag het best vertellen eigenlijk zo. De situatie, ik doe dit. Welke kaart had je? En dan zeg ik, oh, er staat geen naam op. Oké. Okay. En dan zeg ik, oké, poging 2. Oké. En dan doe ik dat ook. Dan zeg ik, oké, had jij een harte 4? Nee. Maar je had er wel een naam op gezet. Ja, dan is het toch de goeie. En dan zeg ik, maar dan wordt het nog mooier. Want ik ga behalve dat je kaart met de hele kaarspel laten verdwijnen. Is goed. Dan zeg ik de mensen, oké. Zeg maar, als het goed is, voel jij nu niks meer. Geen kaart meer tussen je handen, bedoel ik. Dan zeggen mensen, jawel. Weet je zeker, ja. En dan begin ik kaart uit mijn zak te halen. Een en ander, een paar pakjes. Zeg maar, als ik de kaart in mijn hand heb, wat heb je dan tussen je handen? Kaart in mijn zak, wat heb jij dan tussen de handen? Zeg, zul je het geloven als ik zeg dat jij een heel gek, griezelig beest tussen je handen hebt? Een van de dingen waar de meeste mensen bang voor zijn ook. Nou, dan durven mensen hun handen niet eens meer open te maken. Had gisteren ook. Mm-hmm. En als ze dan dat ding openmaken, nou, maak me dat je wegkomt. Ja, dat is, super, goed, vet. Dat is super vet. Ja, dus ik, ook zoals Diamond Jim Tyler het doet hoor. Oké. Zo doe ik het glasdek ook. Maar dit kan ook wat jij doet. Maar ik denk wel dat inderdaad, dat mensen het blok laten vallen en niet eens meer zien ze met een blok zonder spin, dan zien ze hier door het blok die kaart doorheen. Ja, is ook. Dan kan het op zich wel, maar nou die spin als hoofdmoot is eigenlijk, ja. zou ik hem inderdaad wel eruit halen. Maar jij bedoelt niet op, voor de mensen die niet snappen, we hebben ook zo'n glasdek zonder spin. Exact. En daar doe je... Laat je het zeg maar... Ja, doe ik het altijd zoals net. Ja, dat snap ik. Maar hier inderdaad denk ik... ik zag hem wel, maar dat mensen hem volledig over het hoofd zien. Precies, want het gaat thuis, tegen de tijd dat jij... Ja, inderdaad. ...ten aard weggerend. Ja. Ja, dus twee manieren heb je nu in principe... Maar zo zie je maar weer, als je ooit even gewoon... er even mee speelt, dan... Ja. Je bent met twee man misschien, dan kom je in één keer weer op... extra handelingen of ideeën, dus... Hey, maar dit gore ding... Ja. Daar hebben we twee soorten van, hè? Ja, want we hebben ook... Een schorpioen. Deze zit nog in de ceiling hoor. Maar, dat is ook vet hoor. Schorpioen is. En dit zijn dus echt gewoon. Inmiddels dode diertjes geweest. Ze zijn er allemaal verschillend hoor. Dat ze nog leven. Nee, daarom. Nee, de haartjes staan er echt op. Ja, maar als je meerdere spinnen langs elkaar legt. Gisteren had ook iemand die wel eentje kopen. Die leggen het aantal langs elkaar en één is een
dikke okay. lijf, de andere dunne. Het zijn echt allemaal verschillende. Die scorpioen ook. De ene is een hele dikke, de andere is een dunne. Het zijn echt allemaal verschillende. Dus het zijn echt diertjes. Ja, heel vet. Ik bedoel, het glass deck is een van mijn favorieten. Het gewone glass deck. Uh-huh. Echte is de mensen wat het voor je meter. The Web of Boris the Spider. Ja. Check op de site ook even voor The Web. Ja, dus, waarbij een spin op de rug van de hand verschijnt na een kaarttruc. Nou, daar worden mensen helemaal... Ja, dat dacht ik namelijk. Kijk, als je een stel voor je pakt een blankstookkaart en je tekent een spin op die kaart. Dus je laat iemand die spin en dan laat je die kaart verdwijnen. Ja. Dus op die kaart bijvoorbeeld dat die spin weg is en dat die dan in de blok zit waar ze... Wel zoiets? Dat was misschien ook wel leuk. Ja, we hadden gisteren was iemand hier, we hadden ook helemaal ideeën. Dan kun je nog verder gaan, ik zou voor het idee. Waar we ook in denken, wat nou als je ook een echt glas deck hebt? En je ziet een kans om. Ja. De spin verschijnt erin. En dan leg je het ding neer. Of je hebt hem in je hand. En na een tijdje kijk je in de blok, zeg je. Fuck. Waar is de spin? Waar is de spin? Weet je? En misschien heb je hem dan echt wel ook ergens opgeplakt. Dan breekt de tijd af hoor. Ik bedoel, het zijn maar dingetjes waar je over kan nadenken. Maar dan moet je een flinke switch doen ook. Maar je hebt zoveel afleiding met dit ding. Ja. Ik bedoel, iedere maakt dat je wegkomt, ja. Kun je je hoge koffer voor wisselen. Dan kun je een ander pak aan doen en niet in de gaten. Ja, precies. Maar dat is wel een heel grappig idee. Om dat helemaal zo te combineren. Ja, je kunt. Wat een goed idee. Dan denken ze, diegene die jou inhuurt, echt van... Nou, ja, die komt nooit meer terug. Die daar nooit toen terug. Is, maar iedereen kwijt alles bij elkaar. Ominous deck krijg je met een online instructievideo van Diamond Jim Tyler. Kost €36,75. Of een spin, of een schopje. Het zijn allebei op de site. Yes. Hebben we nog iets? Ik ben door mijn dingen heen. Ik heb er nog wel een kaartspanning op gevallen liggen. Ja, wat een kaarttrucs vandaag zeg. Niet te geloven. Weet je wat? Ik kan je vragen om ergens een kaart te pakken. Weet je, tik er gewoon eentje aan met je vinger ergens. Die? Oké, ik zal het zo doen. Ik kan het niet zien. Hou de kaart even goed. Dan moet ik ook laten zien. Ja. Oké. Ik heb hem gezien. Concentreer je op je kaart. Doe ik. Ik ga proberen. Jouw kaart. Te tekenen. Wacht even hoor, concentreer je op je kaart. Ben jij goed in tekenen? Nou, dat zou je zo meteen wel zien. Dat valt op zich wel, wel mee. Je hebt niet op het Sint-Lucas gezeten ofzo? Nee. Ik ook niet trouwens. Lijkt je al een beetje? Nou, als je de achterkant van de kaart tekent, ja, dan... Ja, ik heb weer bolletjes mee. Ja. Nou, dan komt hij aardig in de buurt. Zoiets. Maar het is niet dat jij zegt, René, dat was exact mijn kaart. Nee. Oh, nee. Vervelend. Soms kun je tekeningen tot leven laten komen, als volgt. Wow. Welke kaart heb jij gekozen? Klaverkoning. Dit is Sketch. Oké. Sketch van Joao Miranda. Miranda. Ja, dit is dezelfde ding, dus ook die rejoint van. Ja. Sketch. Ja, ik vind het een leuk dingetje. Mm-hmm. Sorry, mag ik niet zeggen. Ik teken nu net op mijn mat. Pak even een rode sharpie anders. Ja. Ja, nee, super cool. Ik ga ze zwart maken. Oké. Okay. Super cool. Dus je krijgt het... Over visuele trucs gesproken. Ja. Kijk, voor televisiespecials of zo. Bam. Met, rondom niet geschikt, zeg ik er even bij. Tenminste, ik zou het niet rondom doen. Het kan het, wel, hoor. Het vergt wel een beetje... Ballen, ja. Ja, die heb ik. Ja. Nee, maar dat kan. Je moet het durven ook, inderdaad. Ja, dat is zeker waar. En je moet ook wat... ik denk, zodra je inderdaad dingetjes bij gaat tekenen om het... terwijl mensen het zien, zeg maar, visueel, dat ook dingen die weghaalt. Zeg maar. Signature, die kaart omhoog gaat. Ja. Heel de eerst zo, en dan omdraait om de rest erbij te tekenen. Ja. Dat is wel goed hoor. Ja. Ik vind dit ook, goed gemaakt, makkelijk te doen ook. Gebruik je eigen kaartspel. Voor de rest is dit ding helemaal compleet, je hoeft niks te knutselen.
Dat is een plus. Dat is een plus, maar dat zie je al te vaak dat je als zelf moet maken. Dat weet je ook waarschijnlijk als je dingen vaker gekocht hebt. Deze is gewoon kant. Ja, en die Miranda die levert al die dingen wel compleet, toch? Ja. Dat doet hij goed. Hij heeft gekeken naar de andere en hij doet net een stapje meer als... Alles wat je van de gasten koopt. En het uitbrengen van dingen. Ja, maar kijk die Vision Box. Super, goede verpakking, goed ding. Sketch heb je er van hem. Ik ga even terug naar... Het was eerst Link's Magic. Ze hadden die Unbreakable Phone. Was ook compleet met chips, koker, bla bla bla. Alles wat je kon bedenken erbij. De Rejoint ook. Heel goed uitgewerkt. Mooie verpakking ook. Ja, en dat willen wij ook graag. Als iets mooier uitziet, dan vind jij het ook een interessantere truc. Ja. De sketch kost 42 eurotjes. Oké. Ja, dan hebben we nog één algemeen dingetje. Sowieso is 29 januari, volgende week zondag, is het nieuwjaarstreffen van de NMU in Rotterdam. Kijk even op de site van de NMU.nl of infomagie.nl. Daar kun je alle informatie vinden over het nieuwjaarstreffen. Wanneer is het, hoeveel zijn er? Volgende week zondag, 29 januari. Leon is daar. Als je wensen hebt, bepaalde dingen die we voor je mogen meebrengen of die je wil zien, laat dat even weten. Laat het even uiterlijk vrijdag weten, de 27e. Dan kunnen we dat ook voor je inpakken. En dan is het ook daadwerkelijk daar op zondag. Dan, 11 februari. We gaan er elk jaar. In Winxelen. Ik zei het in de laatste nieuwsbrief, had ik even fout gezet, omdat het voorheen was Wilselen. Maar nu tegenwoordig is dat in Winxelen. Winxelen Delle is de tweedehands goochelbeurs van goochelclub De Kleine Joker. Altijd een goed bezochte dag. Gezellige dag ook. Daar zijn wij ook. 5 euro entree. Dat is 5 euro. Nou wel, een inkomen is 5 euro. Dat bedoel ik. En we kunnen een pintje drinken. Ja, dat is toch voor niks, jongens. Daarom. 5 euro. Ja, nou als je deze flyer ziet, die laat je van boven zien. Er staat een telefoonnummer op hier. Kun je er altijd bellen als je wil ook. Ja, en ik weet niet of we nog tafels zijn, want het is wel best wel vol. 11 tot half 5. Ja, van 11 tot half 5. Ja, dus ook daar geldt. Wil je dat we dingetjes voor je meebrengen? Laat even weten. Uiterlijk vrijdag de 10e. Dan kunnen wij die dingetjes voor je inpakken en meebrengen. Met plezier. Met plezier, uiteraard. Nou. Zitten we er doorheen? We zijn er doorheen. Het viel toch wel mee eigenlijk. Allemaal die kaarten dingen. Ja. Ik zag meer tegenop dan dat eigenlijk achteraf... Nou, dan moeten we de uitwerking nog kijken. Ja, de vraag is hoe het... als je de film hebt gezien, hoe je denkt, nou dus was niet zo... of het was, ja. Ja, het was wel leuk. Oh, dat was slecht gedaan. Ja, dan ligt het aan dat het zo vroeg is. Ja, dat had ik overgedaan als ik jullie was. Ja. En we hadden pas later achterkomen. Nou ja. Ja. We voegen niks toe aan met alles wat we nu zeggen, dus... Nee. We kunnen beter gaan stoppen, denk ik. Ja, dit was hem weer. 56, jongens. 56. En meisjes. Op naar 57. Dag. Hoi.